Hey, oh man. Oh. Ja, ik kom juist van buiten. Met een bril is nat. Tja. Ja, ik heb niet alles gefilmd omdat ik het vergeten was. Ik ben bezig met de robot aan het proper maken. Ja, we hebben zo een kuisrobot, zo. Ken je dat? Nooit niet kopen, stiek een brul. Nu komt het. Met terug in elkaar. Oké, hoe hebben we het uit elkaar gedaan? Ja, dat zullen we zien zeker. Dus, die wielen, die ga ik je daar terug in steken. Zit er... Wel, we hebben hier dieren, hè. Als je dieren hebt, dan heb je haren. En overal zit er haar in. Dat is een harige bedoeling. Dan gaan we de wielen er terug in steken. Die heb ik daar het laatste uitgehaald. Omdat die vastzitten met een kabel. Met een kabeltje. Dan moet ik eerst een keer zien of ik dat kabeltje daar terug gemakkelijk in krijg. Inderdaad, dat gaat gemakkelijk. Zo. Ik heb de vijzen hier in de dienstel gezet. Kijk, dat is eigenlijk dat bakje voor het vuil in te doen. Hè? Dat is niet het bakje voor het kaksken. Hè? Dat gebeurt ook. Hè? Mijn vrouw heeft al twee keer het machine helemaal kunnen proper maken. Want die honden die kaka doen hier. Hè? Ja, kaka doen. En wat doen die honden? Die pakken de kaka. Allee, wat doet die robot? Die pakt die kaka mee. En alles vol kaka. En mijn vrouw is dan niet content als ze dat moet opkuisen. Dat is ook wel flauw, hè. Geen goeie, hè? Niet te goeie. Ja. Dat is een klein verschilletje. Het zit hem in de draad natuurlijk, hè? Is dat een klein koppeltje? Ik weet het niet, mijn man. Ga deze toch met tand vastzetten? Gaat het recht voelen dan, hè? Ja, goed trekt. Die kan ik vastzetten. Die kan ik vastzetten. Dan hebben we weer een kabeltje. En dat kabeltje dat moeten we daarin steken. Hier. Nee, dat is een kabeltje. Hè? Dat kabeltje heb ik er juist losgedaan. En dan gaan we daar terug in steken. Gaan we dat doen? Met een tangetje. Hè? Steek. Dan moet er dan ook de goede in zitten. Als je van prutserij spreekt. Dat is het liefst dat ik doe, dat is prutsen. Dan zeg je tegen mij, Peter jong, ga zijn. Wat? Dus, daar was een rossoir aan. Die gaan we daar terug aan vastmaken. Zo, voor de wiel omhoog te trekken. Als ik dat niet doe, dan zak ik dat altijd tot op de bodem. En dat is niet wat dat moet zijn. Ik ben buiten geweest. Om dat gaan uiten. Het te blazen met een druk, hè, met zeg het eens. Ik zeg het niet, nee, goed. Met de compressor natuurlijk. Als het een mens uit wil. En hier is ook een kabelje aan, dat is het kabelje voor die schakelaar. En niet alleen, dat is niet alleen een schakelaar, dat is ook een stukje bediening. Zo, dat steekt erin, dat is goed. Dan mag dat zo toegedaan worden. Mag dat? Ja. Te goed. Dat is wat anders, hè? Ja, dat is te goed. Dan dat zo zetten. Op het pad liggen. Dat is goed, dat is goed. Kabeltje zit hier nog uit. Niks vergeten. Nee, dat hè. Ja, ik had mijn lampje gaan halen.
om toch maar wat goed te kijken. Moet ik zien hier. Daar zijn sensoren aan. Kijk. Dat zijn twee lampjes. Twee. Dat is, de ene is een infrarood en de andere is een... Ha, dat weet het, maar dat kan niet op het woord komen. Hè. Ik zal het een ander keer zeggen. Hè. Een lichtgevoelige transistor. Hey. Zo. Goed, en dan gaan we dat in elkaar draaien. En dat draaien we in elkaar met de dikke vijzen. Hè. Dus dat is dat. De bumper die heeft hierin een noodles en ook leds. Dat is ook gewoon leds. En dus dat wil het zeggen, hè? Kijk, dat is ook zo een gevoelige, ja, een ontvanger. Ik weet niet wat dat deze is, dat kan je zeggen. Maar als je dus altijd ergens tegenboomt, hè? En hier moet eigenlijk het lichtje, de weerkaatsing van de dingen doorkomen, gaat het daar niet meer doorkomen. Dus, want het gaat daar te veel mee gebotst. Ik ken niet, die heeft dat zelf gedaan. Want eigenlijk is zo'n machine een dikke stoemrik. Hè. Dat is echt een dikke stoemrik. Welke dat ook de stoemrik is, dat is waarschijnlijk die dat ook andere gehaald deed. Hè. Oei. Zullen we meteen opladen? Zo, dan moet dat meteen weer nodig. Nu gaan we die bumper terug op zijn plaats steken. En kijken of dat moet aan de zolder. Zo. Het is een beetje tricky, hè? Dat is altijd een beetje tricky. Want die moet daarin komen. En er zijn twee dingetjes die de bumper tegenhouden. Dat is goed. Nee, dat is niet goed. Maar terug los. Vast los. Ah, kom aan. Ja. Zet je op je plaats. Niet helemaal precies, hè. Uit elkaar. Ja, dat wel. In elkaar. Oeh. Oh man. Ik zie niks. Er is niet genoeg licht, hè. Klik. Zo. Nou, dat is dan een keer bekijken. Gewoon zo. En dan eentje er weer op. Dat voor het op zijn plaats staan. En eentje er weer op. Die stik er daar natuurlijk onder. Ja, goed zo. Speciaal, dank u. Oké, dus daar gaan we. Oh, dat start er beter. Ja, gaan ze zeggen van, oh ja, ik heb daar zo'n ding op staan dat zo tegenhoudt, zo, dat zegt.
Het zit toch nog niet te goed aan het andere. Ah, hier. Ik weet het. Maar ik gebruik dat niet. Ik zal het eens gebruiken. Is goed. Dan mag je aan het zetten. Aha. Dat is nog te straf. Dus, het is geen van ze. Klein vuistje zijn. Gaan we dat wat rapper doen, hè? Kijk. Ratsen. Dat is de verkeerde, hè. De pil houdt het nog. Zo. Dat is de batterij. Dat is het kapje van de batterij. Hier hebben we een 5 en hier hebben we een 5. Hier gaan we de batterij aansluiten. Je kunt hem maar in één richting aansluiten, in de goede lijst. Dan is het spel aan de knoppen. Als dat verkeerd doet, dan... daar is niemand bij gebaat. Moet dat er natuurlijk wel in krijgen. Hè. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat je geen plaats hebt. Voilà. Kijk. Zo. Kabelke er hiernaast. Zo, dekkel eraf. Dekkel eraf. Ah, zo. Voilà. Spel toe. Dan gaan we dat direct testen. Hè. Dan moet je zeggen. Ik begin te zuigen. Zo mooi. Je gaat een verbinding maken met de gsm. Heeft het al gedaan? Schoonmaak starten. Oh. Ik dacht hem er niet afvallen, maar die valt daar niet op. Dat is echt, hè. Is trap beveiligd. Dus als je tegen stampt, stampt hij terug. Kijk, die gaat daar niet afvallen. Ferm, hè. Als ik dan een keer langs de buitenkant ook zou afgekuisten, hè. Dat zou toch wel... Ook alweer op, dan stop. Ja, oh, stop. Dat is een meisje. Want... Ja, wel hebben een meisje, hè. Het is een vriendelijke, hè. Doorgaan met schoonmaken. Doorgaan met schoonmaken. Ze heeft hier al meer. Ah ja, oei. Sorry meisje, sorry. Ja, weet je waarom? Als ik dat niet heb, hè. Kijk, zie je? Een hoop aar, hè. Een hele hoop aar. Beesten, beesten. En vrouwen. Maar het is niet van mijn vrouw, hè. Het is van mijn dochter. Hart is van mijn dochter. Die heeft veel haar, hè. Mijn vrouw niet veel meer. Weet je wat die heeft? Haar op haar tanden. Eigenlijk moet die een boel ook nog kunnen proberen maken. Hè? Ja. Daarom een keer met een stofzuiger bij mij zetten. Zo, haartjes zijn we ook kwijt. Ik zou die een boel naar moeten kunnen aankrijgen. Hoe gaan we dat doen? Wat we daar juist moeten doen, zeg ik. Pak je daar een fijne tournevis voor, een platte, voor deze. Want dat wil ik, dan moet dat uitkomen. Dacht ik toch zo. Hè? Daar het is. Zie je? Kijk, hangt ook een beetje aan. Dat is normaal, hè. Dat is allemaal normaal. Hé. Hey. Kijk eens.
Niet dat we vuile mensen zijn, hè, maar dat wil zeggen dat daar overal een heel pak stof blijft aanhangen. Hè. Oh nee, dat is een stofje. Dat is speciaal. Wat een deze goed zou. Zou het draaien, dat is zeker. Nee, het is gewoon stof allemaal. Ik dacht, dat is vilt geworden. Vilt, mensen. Vilt. Dat is proper. Ja, meneer Pasteur, min of meer. Zo. Klikker de klik. Oh, ziet dat draaien, kijk. Hoho, nu gaat hij kunnen poetsen, hè. Doorgaan met schoonmaken. Doorgaan met schoonmaken, ja, ik heb het ook wel een keer. Dan gaan we schoonmaken. Zang dan vast. Ah nee, toch niet. Ga ze wel wat nadenken. Ja, als het een uur is. Ik heb gezien dat we nog een beetje moeten. Schoonmaak voltooid. Goed. Ga ik hem nog eens afkuisen met een vochtig doekje. En dan kan hij aan de schoonmaak beginnen. Voilà. Gezien dat het er moet in elkander steken, want je hebt niet gezien hoe dat het elkander moet, hè. Dat wil ik ook niet. En weet je wat dan betansen is? Als je dat... Oh, nu weet ik dat, hè. Dat moet eraf. Dat zijn die borsteltjes. En gezien? Borsteltjes. Dan moet die een boog eraf. Dat zijn twee stukken. Dan komt de dingen eraf. Klik, klik, klik. Kabelken los doen. En dan doe je al die vijzen los. Die grote, dikke, die dikke gaten dat je hier zit. Ah nee, sorry. Heeft de batterij eruit, hè. Altijd. Altijd als je iets begint te doen. Sorry, neem me niet kwalijk. Excuseer, ik zal het niet meer doen. Altijd de batterij eruit. Batterij eruit. Dan die lappen eraf. Kopje eraf. Dingske los. Ik heb het eruit gezien dat ik het erin gestoken heb. Dan mogen we er ook al uit doen. Dat is misschien gemakkelijk, hè. Oh, er zit nog wel in. Die vijzen los, de grote vijzen los. En dan komt de last van elkaar. Altijd oppassen, de kabeltjes aan. Er zit maar één kabeltje aan. Vorige machine zaten er vier aan. Aan de bovenkant. Hè. Dus, kap, hier zaten er vier aan. Ja. En waarom zaten er daar vier aan? Omdat hier van onder, hè, want deze heeft dat ook. Dat, hè. Dat is voor, en deze niet, en deze weer. Het zijn ook zo van die weerkaatsende... infrarood en een zender van een transistorzender. Ah, die moet ik ook nog proberen maken. Zeg. Dat is voor de batterij op te laden.
was ik mee bezig. Ah ja, oké. Die had er allemaal los in zitten. Dus die moesten allemaal af zijn. Een heel, heel gedoe. Maar deze is gemakkelijk. Pok doet het daaruit. De helft eraf. Eén visje los. En dan alles proper maken. Die los allemaal. Komt dat daaruit. Dan zit de kabelken in. Je kunt dat kabelken voorzichtig los trekken. Die rossoir los trekken. Dus eigenlijk het dier verrechten. Wat ik daar juist gedaan heb. Goed. Jullie weten hoe dat moet. Oh wel. Trektulleplan. Vandaag moet hem niet meer kuisen. Oei, is kapot. Allee, ik moet ze nog even afkuisen. Vandaag moet ze niet meer kuisen, want ze is al gekuist. En toen dacht ik, Peter, jongen, moet ik ze pruiper, want ze gaat kapot. Dat is ook zo, hè. Die gaan kapot, hè. Absoluut. Ook zoiets wat we voor gehad hebben. In één keer begon het te roken, met de vorige. De batterij was aan het roken. Gevaarlijke spulletjes, een zware batterij die daarin zitten. En die vliegen in brand. Wat dat eigenlijk onverantwoord is, omdat dat hier aan de lader blijft hangen. Dus als er iets scheelt en je bent niet thuis, brandt de kot af. Verzekering. Die gaat zeggen, ja maar... Gaat hij zeggen. Ja maar... Ja maar niks te zeggen. Je moet gewoon betalen. Ik kan iemand niet aan doen. Goed mensen. En je gaat het allemaal begrepen. Gezien dat je het moet doen. Ah ja. Laat dat er iemand anders doen. Sorry. Zal ik het voor jullie doen. Is goed? Allee. Doeg.